Vandaag spelen we het spelletje De Bom. Als voorbereiding gaat iedereen allemaal kleine verschillende voorwerpen zoeken in huis. Die voorwerpen verzamel je op de tafel. Vervolgens kies je samen één persoon die de kamer even moet verlaten. En als dat gebeurd is, duidt de rest één voorwerp aan als de bom. Hier hebben we de punaise uitgekozen. Als je een bom gekozen hebt, mag de persoon die de kamer uit was weer terugkeren. Hij of zij moet nu zoveel mogelijk voorwerpen verzamelen zonder de bom aan te raken. 1. 2. 3. 4. Dat gaat best goed. 5. 6. Oeps, dat was de bom. Haar score blijft bij 6 voorwerpen. Je kan het spel ook met grote voorwerpen spelen. Kijk, nu is de strijkijzer de bom. Eén. Twee. Bom! Veel plezier!